Althans, goedenavond. Goedenavond. Zou u zelf eens kunnen voorstellen? Want ik wil het graag niet verkeerd uitspreken. Seiloy van Deutekom. U bent van de dorpsraad Bennekom, hè? Ja, ik zit in de dorpsraad alweer 4 jaar. En wij behartigen natuurlijk de belangen van de Bennekommers. En tot nu toe hebben we heel goed samengewerkt met de raad en met de ambtenaren. En dat hoop ik natuurlijk voor de komende 4 jaar weer te hebben. Dus ik ben heel benieuwd wat de nieuwe coalitie gaat worden straks. Ja. Wat kunt u voor de Bennekommers betekenen? Wat qua deze verkiezingen? Zegt u van nou, gaat u alsjeblieft stemmen op meer Bennekommers in de raad? Of? Ik denk wat heel belangrijk is, wij zijn natuurlijk een belangenvereniging. Wij geven advies aan de gemeente. En ik merk dat we de afgelopen 4 jaar eigenlijk heel goed dat hebben kunnen doen. Ook omdat de gemeente heeft gezegd, we willen het graag samen met de dorpsraad doen. En eigenlijk alle partijen die willen ook graag de dorpsraad, of in ieder geval de rol van de dorpsraad, is heel belangrijk voor hen, ook in hun partijen. En die willen ook met ons blijven samenwerken. Dus ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. En dus in die zin... Wat zijn er echt problemen die in Bennekom leven? Ja. Sorry. Die in Bennekom leven waarvan je zegt, ja, daar moet de politiek echt naar kijken. Ja, nou, ik ben zo blij dat de politiek die gaat straks de keuze maken. We hebben het over wat bijvoorbeeld in het verkiezingsdebat heel interessant was, de snelfietsroute. Die we hebben. Er komt een snelfietsroute tussen Wageningen en Ede. En daar is een heel proces opgelopen. En ja, wij denken dat we als dorpsraad daar. Nog beter gehoord hadden kunnen worden. En ik denk dat we dat ook met het nieuwe college goed gaan organiseren. Een ander belangrijk item is verkeersveiligheid. Je hoort als je met Bennekommers praat dat ze graag willen dat ze veilig kunnen rijden. Niet dat er allemaal doorgaand verkeer is. Dat het alleen maar over bestemmingsverkeer gaat. Ook dat de fietsers gewoon prettig kunnen fietsen. Of de wandelaars goed door het centrum kunnen wandelen. Want je merkt een beetje op grotere terreinen, dan willen mensen graag in Bennekom blijven wonen. Dus wonen en het woonaanbod is heel belangrijk. En we hebben dit jaar de structuurvisie vastgelegd, samen met de gemeente en de raad. En daar kwam dat eigenlijk een heleboel bewoners toch graag het kleinschalige karakter van Bennekom willen behouden. En ook dat ze het belangrijk vinden dat, dat de identiteit die we in Bennekom hebben, de ondernemerschap, het verenigingsleven, dat behouden blijft. Ja, en dat betekent toch uiteindelijk dat je niet heel groot wil groeien. En daar luisteren de raadsleden goed naar. En ik hoop dat dat ook straks blijft staan als er begrotingen gemaakt moeten worden. Ja. Nu zijn die verkiezingen. Heeft de raad genoeg Bennekommers in zich? Het was leuk, we hadden een verkiezingsdebat met eigenlijk alleen maar Bennekommers. Dus van elke partij was er een Bennekommer aanwezig. En de afgelopen raad waren er ook veel Bennekommers in de raad. Dus ik ben er wel positief gestemd over. Ik denk ook dat in deze raadsperiode weer flink wat Bennekommers zitting hebben. En dan merk je dat dat werkt. Hè. We hebben bijvoorbeeld een kunstwerk gehad, de lampen onder het viaduct. En dat een Bennekomse raadslid daar zich hard voor heeft gemaakt. En ze komen straks terug op een rotonde. Ja, en dan merk je dat toch helpt. Kijkt u met veel belangstelling naar deze avond? En dan vooral vanwege de democratisch gehalte. Ik vind het gewoon goed dat... Kijk, wat je vaak merkt is dat wij als dorpsraad... dat we zeggen, ja, wij willen dit. Of een andere groep bewoners zegt, we willen dat. Okay. En uiteindelijk moet die keuze gemaakt worden in de raad. Okay. En daarom is het heel belangrijk. Hier wordt straks eigenlijk gekozen. Wordt er meer belang gehecht aan de auto's of aan de fietsers. Wordt er meer geld uitgegeven aan het centrum of juist niet. Wordt er meer sociale woningbouw gebouwd of wordt het wat vrijgehouden. Dus ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik vind het ook belangrijk dat de raad die beslissingen neemt.